De vakanties zitten er alweer even op en alle scholieren gaan weer naar school. En iedereen kent het Reinhard College, maar ik heb hier twee mensen die heel trots zijn op de praktijkschool. Liesbeth Nobus en even kijken, Annemieke Smets, ja, directeur, nieuw. Ja, inderdaad, klopt. In september begonnen. Best een spannende stap. Ik heb er ook wel even over moeten nadenken, moet ik eerlijk zeggen. Niet zozeer over het werk wat ik moet gaan doen, maar meer over de combinatie werk-privé. 3 jonge kinderen, dus dat vond ik er wel heel spannend aan. Maar goed, ik heb in mijn voorgangers, Karel Kerkaert en Arnold van Akker, gewoon 2 supergoeie voorbeelden gezien. Dus ik durfde het eigenlijk wel aan. Praktijkschool. Dat is de school die bij de brug zit. Maar dat is niet hetzelfde als de brug, hè? Nee, het zijn 2 aparte scholen. Zitten wel aan elkaar vast, maar de brug is een SBO-school, speciaal basisonderwijs. Speciaal basisonderwijs, gewoon een basisschool. Ja, en praktijkschool Hulsen zegt ja, regulier onderwijs voor leerlingen waar het leren in de theorie net iets moeilijker is en meer op de praktijk gericht zijn. Is dat te vergelijken met vroeger de ambachtschool? Want de kinderen die liever met hun handen werken en niet kunnen leren, of ligt dat anders? Zie ik dat verkeerd? Heel veel vroeger wel, maar inmiddels is er zoveel veranderd en is er ook binnen het praktijkonderwijs zoveel mogelijkheden. Dus ik zou die vergelijking nu niet meer maken. Sommige mensen, oh ja, maar vroeger had je de ambachtschool voor kinderen die niet wilden, die konden alleen maar met hun handen leren. Ja. Wat kunnen ze bij jullie, wat ze op een andere school niet kunnen? Dan ga ik eigenlijk naar de zorg, zorgcoördinator. Er zal veel meer zorg zijn bij jullie. Ja, ik denk dat het specifiek kan ons dan weer een hele kleine school zijn. Wat is klein? Ja, nu 83 leerlingen. Een apart gebouw. Hè. Dat is natuurlijk al heel specifiek met de vergelijking met een groot Reinhard College. Bieden heel veel individuele ondersteuning, individuele begeleiding. Geven les in kleine groepen. We kennen elkaar allemaal. Ja. We kennen alle leerlingen. Ja. En dan is het hoeveel jaar middelbaar? Want als je VMBO doet, is dat 4 jaar? Ja, bij ons. En dan komen de leerlingen eigenlijk als ze 12 jaar zijn. En ze stromen meestal uit rond hun 18e. Oh, dus en hebben ze dan ook een diploma op zak? Of heb je een certificaat? Nou, sinds kort reiken we ook het diploma praktijkonderwijs uit. Maar leerlingen kunnen bij ons in de bovenbouw eigenlijk een keuze maken. Ze kiezen of de mbo-route. Die leidt op naar een niveau 1 opleiding. Naar niveau 1 diploma. Of ze kiezen de arbeidsroute en dan stromen ze uit naar arbeid. Dat is echt een route. Gaan ze gewoon werken? Ja. Nou is het wel zo dat ook de mbo-route uiteindelijk ook gaat werken. En dat is ook mbo is natuurlijk ook gaan werken. Dat is middelbaar beroepsonderwijs. Je gaat een vak leren. Ja, klopt. En dat is ook wel echt kenmerkend aan het praktijkonderwijs. Wij leiden echt op naar arbeid. En het kan in een heel rustig tempo. Ja. Dus je bereikt hetzelfde. Je kan ook die mbo-route doen. Mm-hmm. Maar het duurt wat langer. Ja. Ja, ja, en sommige leerlingen waar theorie en leren net wat moeilijker voor is. Ja, dat is eigenlijk vooral het doel. Richting veel stage, veel ervaring opdoen. In verschillende sectoren. Want als je 12 bent, kan je nog niet een keuze maken. Ik wil de zorg in of automonteur worden. Nee. Dat is ook nog niet nodig. In de onderbouw volgen ze veelal een beetje een basisprogramma. Eerste, tweedejaars. Zij krijgen theorie en praktijk aangeboden. Ook al gelijk praktijk? Ja, ook praktijk. Maar de praktijk, de nadruk ligt daar dan echt op het zelfredzaamheid. Dus we leren ze koken. Maar we ondersteunen ze bijvoorbeeld ook bij wasverzorging. Maar ook de verzorging van het interieur. Dus eigenlijk allemaal om ze zelfredzaam te maken. Ze lopen dan overigens ook wel al stage, maar dat is een maatschappelijke stage. Maatschappelijk, dus eigenlijk wel heel erg belangrijk dat ze in de maatschappij meedraaien. Ja. Hele kleine school. Ja. Zijn er zoveel kinderen met behoeftes toch wel in Hulst? En komt dat dan vanuit Kloosterzande tot? Ja, ja. Een beetje gemeente Hulst. Gemeente Hulst. Ja. Dan zien we soms scholen die bang zijn dat
de leerlingen naar België gaan. Zijn jullie daar ook bang voor? Dat het toch dat de praktijkzorg te klein wordt, dat ik kinderen in België verder gaan leren? We hebben juist eerder leerlingen uit België. Ja, leerlingen uit België. Ja. Die zijn wat dat betreft heel uniek dus. Ja, we zijn heel uniek. Nou, zijn dit type, ja, klopt. En dit type onderwijs kennen ze in België ook niet zo. Dus wat dat betreft krijgen we inderdaad best ook veel Belgische leerlingen. Ja. En een mbo, denk ik aan een Scalda, heeft natuurlijk heel veel verschillende sectoren. Mm-hmm. Wat kunnen jullie de leerlingen aanbieden? Welke richtingen bied je aan? Ja, als je het dus over dat mbo-stukje hebt, dan hebben we inderdaad ook verschillende profielen. Horeca, zorgwelzijn, logistiek. En dan hebben we nog constructie. Vergeet ik er een, Lisbeth? Ja, ik zeg er een bouwtechniek ook niet. Nee. Ja, constructie, ja, die, denk constructie, ik. Ja, ja. Ja. Dus ja. Inderdaad, logistiek. Jullie doen dan mbo-niveau 1. Ja, klopt. Maar ook de arbeidsroute, daar hebben we natuurlijk ook een soort van richtingen in. Leerlingen kunnen bij ons kiezen in de bovenbouw. Nou, en dan bijvoorbeeld, we hebben een prachtige bouwtechniek, waar echt de nadruk ligt op houtbewerking. Maar we hebben ook metaaltechniek binnen onze school. Dus dan leren leerlingen juist lassen en dat soort dingen. Dus of je nou voor die mbo-route kiest of voor de arbeidsroute, uiteindelijk hebben we binnen allebei de stromingen hebben we verschillende profielen. En de richting arbeid is dan toch nog niet niveau 1? Nee, klopt. En waar is dan het verschil in praktijk? Of is het verschil in dat je daar veel meer voor een mbo ook theoretische vakken voor hebt? Dat is voor sommige leerlingen soms net even te lastig. Of die kunnen heel goed lassen, maar niet heel goed theorie. Ja. En dat is ook wel een beetje de kracht van de school. We hebben een stageteam, twee stagebegeleiders die heel veel contact hebben met heel veel bedrijven in de regio. En vanaf, eerst beginnen ze met een snuffelstage in de middenbouw. En dan gaan ze kijken in de verschillende sectoren wat hun ligt. En vanaf 16 jaar komen ze bij de stagebegeleiders. En die gaan echt op zoek met een leerling. Van, goh, wat past bij jou? Waar gaan we proberen? Soms eerst 2 dagen, soms 3 dagen. Soms wisselen ze eens van stageplek. Om uiteindelijk, hopelijk met een arbeidscontract de school te verlaten. Ja. Er zijn trouwens wel de sectoren waar heel veel mensen nodig hebben. Dus ik hoor horeca, ik hoor zorg, metaal. Ik geloof een lasser kan ook overal aan de slag. Ja. Nou, we bieden ook een aantal zeer waardevolle branchegerichte cursussen aan. Schoonmaken in de groothuishouding, VCA, vorkheftruc. Dus er zijn dus inderdaad ook leerlingen die, lasdiploma's trouwens ook nog. Maar er zijn dus ook leerlingen die dan dus niet in die mbo-route zitten, maar wel in die arbeidsroute. Maar die dus vervolgens met aan diploma's wel de school verlaten. Die doen het natuurlijk ook op de arbeidsmarkt ontzettend goed. Ja, want die komen aan met een prachtig pakket. Ja, maar ik denk pakket. Soms meer als dat je gewoon een vmbo T of basiskader, diploma. Ja. Niet negatief bedoeld, maar die kunnen nog niks. Maar jullie leerlingen kunnen echt praktijk, ze kunnen echt aan de slag. Ja. En ik denk ook dat het goed is om te benoemen. Dus of de arbeidsroute of de mbo-route. Maar uiteindelijk komen we er allemaal. Ja. Dus of je nou de theorie-route volgt, of inderdaad die praktijkroute. Ja, ik bedoel, je hebt altijd de marathon van zo'n Vlaanderen ook. Ja. Die kan je gaan hardlopen, maar je kan hem ook gaan wandelen. Het is net zo ver en je doet er wat langer over. Ja, klopt. Ja. MBO niveau 1. Je hebt 2, 3. Uiteindelijk, het hoogste is 4. Zie je dan ook leerlingen die dan zeggen, ik heb de smaak te pakken of ik wil meer? Of zei je, nee, dit zijn echt wel leerlingen die gaan werken? Het verschilt. Het merendeel gaat wel werken. Dus het merendeel verlaat onze school inderdaad met een arbeidscontract. Maar er zijn ook leerlingen, precies wat u zegt. Die hebben de smaak te pakken en die denken van, dan ga ik toch nog door. Zij gaan dan wel naar Scalda. Die gaan naar Scalda? Dus, zij vervolgen het traject. Maar dan waarschijnlijk ook wel een traject met praktijk. En ik kan me niet voorstellen dat ze dat ineens leerlingen worden die alleen in de boeken willen zitten.
Als je die keuze maakt, dan is dat natuurlijk toch ook wel een beetje het gevolg daarvan. Ja. Dus. Maar goed, ik heb ook wel gehoord dat er ook leerlingen nog steeds gewoon gezellig terugkomen naar school. Ja, absoluut. Onze nazorg is inderdaad... Daar staat is dat dan... nazorg of is dat gewoon, ik wil de juf of de meester nog een keer zien? Ik denk aan misschien beide. En dan zijn er ook die voor nazorg. En ze weten wat als ze toch weer vastlopen of het gaat niet goed op werk. Komen toch weer thuis te zitten. Dat ze een beroep op ons kunnen doen. Dan gaan de stagebeleiders gaan toch weer kijken. Die hebben zo'n netwerk van hoe kunnen we je helpen? Sommigen helpen nog op sociaal-emotioneel vlak. Of rondom zelfstandigheid. Dus dat is echt wel een stuk begeleiding nog in de nazorg. Maar we vinden ook heel leuk om heel vaak leerlingen later nog eens terug om te vertellen dat ze gaan samenwonen of die komen hun baby laten zien. Ja, gewoon even vertellen hoe het met ze gaat. En dat is toch wel heel leuk. Want ik denk ook dat we een heel warm en veilig klimaat geven. Is dat ook waarom leerkrachten voor zo'n praktijkschool kiezen? Nou, ik denk dat onze kracht wel zit inderdaad... Ik hoor het warme team. Ja, maar dat klopt ook. Ik bedoel, we zijn klein. We zijn inderdaad een kleine school. We zijn wel met 20 personeelsleden. Dus in vergelijking met 83 leerlingen is dat natuurlijk best wel een behoorlijke club. Maar inderdaad, de sfeer binnen ons team is ook gewoon heel goed. Heel betrokken, heel enthousiast. Ook veel ondersteuning naar elkaar toe. En dus ook naar onze leerlingen. En ik denk ook wel dat we dat uitstralen. En dat leerlingen dat gewoon een heel fijn, warm klimaat vinden. Hebben daar als leerkracht ook nog ook een speciale opleiding? Of hebben jullie gewone leerkrachten? Behalve dat ze die passie hebben dan? Ja, ik denk dat je die passie wel echt moet hebben. En dat je niet alleen maar een vak wil geven... maar wij vinden het veel belangrijker dat de leerling zich prettig voelt... en dat het op alle fronten goed gaat. En we zeggen ook wel, we richten ons eigenlijk... Ja, niet alleen maar op leren, maar eigenlijk op werken, op wonen, op vrije tijdsbesteding, op burgerschap. Ja. Eigenlijk gewoon een heel persoonlijke ontwikkeling. Is dat echt een los vak, burgerschap? Of is dat bieden we los aan. Nou zit het natuurlijk ook heel erg verweven in de andere vakken. Maar we bieden het inderdaad wel ook echt als los vak aan. Ja. Burgerschap? Ja. Een goed burger zijn. Hoe word je goed? Dan zou iedereen moeten doen volgens mij. Verplicht vak voor iedereen in Nederland, burgerschap. Maar eigenlijk ontwikkelen we leerlingen in een volledige zelfstandigheid. En ik denk, ook met alle begeleidingen binnen school inderdaad. Hè. Ik werk zelf vanuit het zorgteam dan. Als een kind vastloopt, kan zijn op sociaal vlak, de thuissituatie, op school, emotioneel. Ja, dan kijken we ook wat kunnen we doen. En we hebben ook een heel netwerk met instanties van extern die daarbij helpen. Ik denk dat het een groot vangnet is ook. Ja, dat we op alle aspecten van een leven eigenlijk helpen en begeleiden. Ja, de nadruk ligt ook enorm op het pedagogische stuk. Dus niet alleen het didactische stuk, maar inderdaad ook vooral dat pedagogische stuk. Als een kind zich goed in zijn vel zit, en dan lukt de rest ook veel beter. Ja. Heb je dan ook veel werk? Dat klinkt soms. Heb je veel werk aan de ouders? Veel werk aan de ouders. vinden ouders heel belangrijk. Je hoort wel eens van leerkrachten moeten tegenwoordig zijn de opvoeders, maar opvoeden doe je thuis ook. Ik denk wij het vooral. Opvoeden doen inderdaad ouders, maar verder doen we het samen. Ja, je hebt ouders nodig. Zijn die lijnen korter? Denk je als in een andere school? Ik denk wel dat die een stuk korter. Ja. Nou, ik weet niet of ze korter zijn. Maar we houden ouders wel ontzettend op de hoogte. En betrekken ze ook inderdaad in het maken van de keuzes en een stagetraject. En ik denk ook wel dat ouders merken dat ook zij met vragen terecht kunnen. En die vragen gaan niet alleen maar over hun zoon of dochter, maar ook gewoon zelf wel eens dingen die je wilt vragen. Dus ik denk dat we hulp kunnen bieden inderdaad aan onze leerlingen natuurlijk. Maar ook echt wel aan hun ouders. Ja. En ze weten ook die weg te vinden. Dus als de schooldeur dicht slaat, dan weten ze dat hij slaat niet dicht. Hij is open. Ja, dat willen we in ieder geval enorm uitstralen. En ik denk ook dat ouders dat ook wel ervaren. Ja. Ja. Nog is er heel veel gaande in onderwijsland. Heel veel vernieuwingen. En iedere keer denk je dat...
er voor jullie heel veel gaat veranderen? Of dat jullie zo mogen blijven bestaan? Want, alle scholen die worden opgeslokt en die moeten maar samen. En... Nou, ik denk dat het enorm belangrijk is dat we blijven bestaan. Voor onze doelgroep. Maar je ziet je bijvoorbeeld zelf niet in het Reinhard College in dat gebouw samen zitten, of wel? Nou, we zien onszelf daar voorlopig nog niet zitten. Maar we zeggen daar ook geen nee tegen. In zoverre denk ik dat daar goed over naar gekeken moet worden. Van oké, wat heeft Praktijkschool Hulst nou nodig? En zoals Lisbeth net ook al aangaf, onze eigen sfeer en onze eigen locatie. Die kleinschaligheid, ja, die is zo ontzettend belangrijk voor onze jongeren. Ik denk dan, in het kader van alle bezuinigingen, van ja. Die scholen moeten samen. Maar als we zitten natuurlijk al samen. Hè? Wij vallen onder VOC Vlaanderen. We vallen onder één stichting. We hebben dezelfde rector, het Reinhard College. We werken heel veel samen. Dus wat dat zitten we al een groot deel samen. Maar als je in één gebouw zit, dan krijgt zo'n kind dat juist die behoefte heeft aan die rug zit tussen 1000 leerlingen. Die verzuipen. Ja. Nou, ik weet zeker dat het kan. Absoluut. Ik twijfel er ook eigenlijk niet aan dat het goed kan. Maar wat ik zeg, wel op de manier waar een praktijkschooljongere het beste zich erbij ontwikkelt. Want uiteindelijk gaat het om inclusie is natuurlijk zo'n toverwoord. Ja. Ja, ze hebben gewoon dingen nodig. En die kunnen we dus inderdaad nu op onze hele kleine school heel goed bieden. En inderdaad in een grotere setting vast ook. Maar dan zijn er gewoon wel dingen heel belangrijk. Ja. Ja. Daar zijn misschien mensen heel erg nieuwsgierig geworden naar die praktijkschool. Hebben jullie ook wel zo'n open dag waarin de... Ook heb je bijvoorbeeld helemaal zelf geen kinderen. En ze kunt kijken. En die zijn heel erg trots op je leerlingen. Dat de andere mensen uit Hulst ook... kennis kunnen maken met zo'n praktijkschool. Nee. Zijn er nu? Ja, vroeger had je van die open dagen. Ja, open dagen. Maar het is natuurlijk... naar een praktijkschool gaan is niet echt een keuze. Je moet wel aan bepaalde criteria voldoen. Je kan er niet echt zelf voor kiezen van... Ja. Nee. Daar gaat ook wel een voortraject aan vooraf. Dus vandaar dat wij niet echt een open dag van... kom allemaal naar onze school. Nee, maar je moet voor ons. Nee. Ja, het is inderdaad omdat je het leren moeilijker gaat. Je moet er naartoe. Ja, dat klinkt zo negatief. Dat klinkt heel negatief. Maar je moet blijven dat je naar ons mag. Ja. Maar misschien wel even leuk om te noemen, Annemieke, is dat we wel ook een restaurant hebben. Ja, we hebben gewoon een prachtige school. Ja, dat iedereen welkom is om eens te komen kijken. Maar de horecagroep draait op woensdag een restaurant waar mensen, waar heel veel buurtbewoners regelmatig komen eten. En dan zit inderdaad het restaurant op school vol. En de horecagroep serveert, ontvangt de mensen, maakt dan kunnen ze eten klaar. Mensen kunnen dus toch nog wel de sfeer proeven. Ja, absoluut. Want heb je het idee dat er soms negatief gedacht wordt over, dat hoor je natuurlijk ook wel over VMBO-basisleerlingen, van de CITO-toetsen hebben we straks weer. Waar gaat jouw zoon of dochter? Dat is negatief. Jullie zijn heel erg trots. Ja. Kunnen jullie die trots ook medegeven aan je leerlingen, aan de ouders, aan de kinderen zelf? Ik weet wel dat het voor sommigen de eerste stap altijd soms wel even moeilijk is. Mm. Zo, misschien dat er een bepaald beeld nog hangt. Dat het even lastig is. Maar ik heb wel ervaring als ze eenmaal starten bij ons en komen kijken. Ja, dat denk ik ook. Ja, de meeste enthousiast zijn en zien dat hun kind gewoon op zijn of haar plek zit. Ja. Nou ja, en inderdaad wat jij ook net zei, het warme nest, dat krijgen we ook heel vaak terug. Als mensen bij ons binnen de school komen, krijgen we ook vaak terug van, wat zijn jullie een fijne, warme school, een hartelijke school. Dus misschien is inderdaad dat gevoel er wel. Hè, dat van, maar ja, ik denk, kom eens kijken en ervaar het. En, dus als we zitten nu in die loungebar Encore. Hetzelfde gaat, er komt hier dadelijk eens iemand stage lopen. Ja, hoor je van een leerling, ik zat op de praktijkschool. Ja. Dan kunnen ook de mensen uit Hulst daar trots op zijn dat ze bij zulke vakmensen, want we hebben ze allemaal nodig. Ja, absoluut. Dat we zulke vakmensen in de gemeente Hulst opleiden. Ja, ik vind het heel erg leuk dat jullie hier te gast waren. Ik hoop dat de mensen thuis ook een beetje het idee gekregen hebben van
niet de brug. Daarnaast zit de praktijkschool. Ja, heel goed. Is niet hetzelfde. En daar worden gewoon mensen, jonge mensen, opgeleid tot vakmensen. Ja. En ja, inderdaad, we rennen de marathon niet. Ze doen er wat langer over. Ja. Maar daar hebben ze ook tijd om al hun kwaliteiten te ontdekken. Ja, klopt. Heel erg leuk dat jullie hier te gast waren. Ja, dankjewel. En graag tot de volgende keer.